Jezus, ik wil heel dicht bij u komen, in uw nabijheid wil ik zijn. Zo dicht bij u voel ik uw liefde stromen, u maakt mij heilig en rein. Welkom. Wat fijn om elkaar te ontmoeten als broers en zussen in het geloof. Ook al is het online, weet u zich verbonden met elkaar en vooral met onze Vader in de hemel. Het is zomer en veel van ons hebben vakantie. Ja, en wat doet deze vakantie dan met jouw geloof? Geniet je van de rust, de natuur, misschien van een niet alledaagse omgeving? En zet je daar dan ook bij het geloof een beetje op een nulpunt? Beperk je het bijbellezen en het bidden tot het minimale? Of neem je juist de tijd om de woorden van God tot je te laten doordringen. Want hij is wel de schepper van al dat moois om je heen. En ga je juist je verdiepen en laat je je raken door wat hij te zeggen heeft. Daarom gaat LPB Media ook deze zomer door met het uitzenden van kerkdiensten. Deze dienst is dan ook onderdeel van een zomerserie. En deze zomerserie heet Gods Nieuwe Wereld. Jezus spreekt over Gods Nieuwe Wereld. En dan gaat het niet over een zogenaamd luchtkasteel ergens in de verte. Wanneer Jezus spreekt over het Koninkrijk van God, is dit iets van hier en nu. Iets wat we iedere dag mogen uitleven. Maar hoe doe je dat? Dominee Pier Poortinga zal ons hierover meer vertellen vanuit het Bijbelboek Galaten. Goedemorgen. Vanuit deze prachtige omgeving, wij hier, jullie thuis, is het mooi om met elkaar verbonden te zijn. En ook om samen aan het begin van deze dienst te belijden. En belijden dat is dat je het zegt met je mond, maar dat je erachter staat met heel je hart, vol overtuiging. En wij belijden dat onze hulp is de God, de schepper van de hemel en van de aarde. Hij die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat hij ooit begon. En die God wil ons ook zegenend groeten. En dat doet hij met deze woorden. Genade is er voor u en voor jou. En vrede en barmhartigheid van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Een lied wat hier heel mooi bij past, bij zo'n dienst als vandaag, waarin jullie thuis en wij hier toch met elkaar verbonden zijn, dat is het lied Breng ons samen.
tot één hoop, tot u. Jongens en meiden, wat fantastisch dat jullie ook kijken. Straks in de preek ga ik het hebben over het je houden aan regels en doen waar je zin in hebt. En daar wilde ik ook graag voor jullie in het bijzonder vanmorgen nu iets over vertellen. De Heere Jezus heeft tegen mensen die heel erg moe waren om elke keer maar weer zich te houden aan allerlei regels gezegd, kom maar bij mij. Ik zal je rust geven. En over dat woordje rust wil ik het even met je hebben. Weet je wat namelijk dat woordje rust eigenlijk betekent? Dat betekent niet dat je op bed ligt of dat je op de bank ligt en niks doet. Of uitrust van een voetbalwedstrijd of iets dergelijks. Rust is pauze. Ik heb een vraag voor je. Waarom ga jij naar school? Ik denk dat je nu zegt, ja, om te leren. Nou, ik zal je vertellen, ik ging altijd naar school voor de pauze. Weet je waarom? Omdat je in de pauze dingen doet die juist heel leuk zijn om te doen. En je doet in de pauze dingen die bij je passen. Kijk, als je in de schoolbank zit, dan zijn er allemaal regeltjes. Maar op het schoolplein zijn geen regeltjes. De juffrouw of de meester zegt niet, en nu moet je hollen. De juf of de meester zegt niet, en nu moet je je banaan opeten. Je doet de dingen die bij je passen. Dat is het woord pauze. En dat is nu juist wat Jezus jou, en natuurlijk ook je ouders, wil geven. Pauze. Dat jij de dingen mag doen die bij je horen, die bij je passen. En daarover gaat het straks ook in de preek. Dat wij met elkaar dingen doen die bij ons passen. En niet al die regeltjes en al die wetten. En daarover gaat Mariska nu eerst een stukje lezen uit het Nieuwe Testament. En Mariska zal zelf even vertellen wat ze gaat lezen. Ik lees een deel voor uit Galaten 6, vers 1 tot 10. Daar staat, broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen daarop laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij leert met zijn leermeesters delen. Vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer daar de tijd voor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Kinderen van de Allerhoogste. Jezus is in de hemel. Is het je wel eens opgevallen
dat op het moment dat de leerlingen teruggaan naar Jeruzalem, dat ze dan dat vrolijk zingend doen. Helemaal niet verdrietig. Helemaal niet verlaten van Jezus. Zij ervaren dat Jezus naar de hemel is gegaan niet als een afscheid. En dat komt omdat toen Jezus naar de hemel ging, hij niet naar een of andere ruimte toe ging, een soort kamertje buiten de aarde. Ze zagen ook Jezus niet een deurtje binnengaan. Maar terwijl Jezus naar de hemel gaat, gaat hij tegelijk binnen in God die overal en altijd aanwezig is. Dus doordat Jezus naar de hemel gaat, is hij overal en altijd bij ons. Dat is het begin van Gods nieuwe wereld. En in die nieuwe wereld mogen wij leven. Maar, Mariska die zei het al bij de inleiding, hoe doe je dat nu? Hoe leef je nu in Gods nieuwe wereld, terwijl er van alles om ons heen nog gebeurt, ook in deze tijd? De zendeling Paulus schrijft een brief aan de gemeenten in Galatië. Galatië is een provincie in wat we nu Turkije noemen, maar dat heet in de tijd van de Bijbel Klein-Azië. Paulus is twee keer, hij heeft heel veel reizen ondernomen en overal waar hij kwam ging hij vertellen over Jezus, over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstaan, zijn hemelvaart, over Pinksteren, de Heilige Geest die op aarde kwam. En hij is twee keer van al die reizen, twee keer in die provincie Galatië geweest. En daarom zijn daar ook in die provincie meerdere kerken, meerdere gemeenten. Dus de brief aan de Galaten is voor mensen van verschillende kerken in Galatië. Die mensen in Galatië vonden dat best moeilijk, dat leven in Gods nieuwe wereld. Want je leeft in vrijheid, had Paulus gezegd, maar wat is nou vrijheid? Hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat? En daarom hadden ze wat bedacht. Heel slim. Ze hadden gezegd, weet je wat, wij pakken wat regeltjes en wat wetten uit dat Oude Testament en die schrijven we op en daar gaan we ons aan houden. En als we ons daaraan houden, dan weten we precies waar we aan toe zijn en dan weten we precies hoe dat leven eruit ziet, dat leven in Gods nieuwe wereld. Als Paulus dat hoort, dan schrikt hij. Hij is ook verontwaardigd en hij is ook heel erg bezorgd. En daarom schrijft hij een brief. Want dit is niet de bedoeling. Leven in die nieuwe wereld is niet je houden aan allemaal regels en voorschriften. Leven in die nieuwe wereld is een leven geleid door de Heilige Geest. Maar wat is dat? Een leven geleid door de Heilige Geest. Nou, en daarom begint Paulus met de wet. Nu denken wij natuurlijk bij het woord wet meteen aan je mag maar 100 rijden of een wet bij jullie thuis misschien dat je de snoeppot niet leeg mag eten zomaar. Maar de Joden, tijd van de Bijbel, dachten bij het woord wet niet aan waar wij aan denken bij het woord wet. De Joden dachten bij het woord wet meer aan het woord wat wij kennen als opvoeding. Opvoeding, alles wat je geleerd hebt en meegekregen hebt van thuis, dat ga je doen. En dat is goed voor een ander en dat is goed voor jezelf. En die wet, zegt Paulus, wat goed is voor de ander en wat goed is voor jezelf, dat doe je als je van de ander houdt. En dat gaat Paulus iets preciezer invullen. Hij gaat precies invullen wat dat nou precies inhoudt, dat je houden aan de wet. Want Paulus zit best in een moeilijk pakket. En ik zal je vertellen waarom. Paulus die vindt het niet goed dat je aan allemaal regeltjes houdt. Dat is niet de bedoeling. Maar als hij dan gaat vertellen wat leven door de Heilige Geest is. En hij gaat dan vervolgens allemaal regeltjes opschrijven wat dat is. Ja, dan heb je weer allemaal regeltjes. Ik ben benieuwd hoe Paulus zich hier uitredt. En Paulus begint
je moet de wet doen. Nu hebben wij altijd, als je het hebt over je moet de wet doen, iets van, ja, maar dat heeft Jezus toch al gedaan, hoe zit dat? En daarom vertel ik alleen hoe het hier bedoeld is. In het stukje wat wij, Mariska, zojuist heeft gelezen. Daar zegt Paulus, je moet de wet uitputtend, compleet doen. En dat doe je door de lasten van de ander te dragen. Ja, wat is dat nu weer? Het woord lasten betekent het volgende. Dat zijn de moeilijkheden van de ander. De moeilijkheden moet je dragen. Dus als een ander het moeilijk heeft, moet je hem helpen. Moet je naar haar luisteren. Moet je haar ondersteunen. Moet je erbij zijn. Wat wij wel noemen meeleven met iemand. Maar niet alleen. Dat woord lasten betekent ook, en ik vond dat zelf heel verrassend, betekent ook de overtredingen. Zeg maar in gewoon Nederlands, de dingen die een ander verkeerd doet, die helemaal fout zijn gegaan, die moet je dragen. Dus die moet je niet afkeuren, je moet niet gaan roepen dat daar helemaal niks van klopt, je moet niet gaan roepen van en dan hoef ik je niet meer. De lasten van de ander moet je dragen. Tolereren. Maar niet in de betekenis van, nou, wat je fout gedaan hebt, nou, dat is prima hoor, laat maar zitten, ik vind dat wel akkoord. Nee, je accepteert wat de ander doet, je tolereert dat en vervolgens ga je die ander ook verder op weg helpen. Dus draagt elkaars lasten is, kijk naar de ander, iemand om je heen. Als er dingen niet goed gaan, verdriet, wees erbij, zorg voor hem of haar. En op het moment dat iemand iets echt verkeerd heeft gedaan, verkeerde keuzes, keur hem niet af, wijs hem niet af, maar help hem weer op de goede weg. Dat is draag elkaars lasten. Maar vervolgens, zegt Paulus, moet je ook om jezelf denken. Je moet zelf ook oppassen dat jij niet, als je die ander wilt helpen van die verkeerde dingen af te helpen, dat jij ook niet die dingen gaat doen. En daarom zegt hij, je moet naar jezelf kijken. En als je naar jezelf kijkt, dan moet je niet allemaal regeltjes gaan bedenken. Maar dan moet je een soort, nou noem het maar, een soort zoeken naar jezelf. Je zoekt een beetje in jezelf. Je gaat eens nadenken over jezelf. En dan ontdek je waarom je die ander moet tolereren. Waarom doe je dat? Waar komt dat vandaan? Zomaar komt het uit de lucht vallen? Nee, je ontdekt dat die ander door Jezus wordt getolereerd. Je ontdekt dat die ander draagt, dat Jezus draagt wat die ander heeft gedaan. Dat ontdek je. Je ontdekt dat in die nieuwe wereld van Jezus, Jezus royaal iemand accepteert. Iemand zijn zonde vergeeft. Iemand weer op weg helpt. En omdat Jezus dat doet, doe jij het ook. En dan ontdek je dat Jezus dat ook bij jouzelf doet. Ook voor jou. Dus kijk naar jezelf. Als Paulus deze adviezen geeft, doet hij dat op een hele bijzondere manier. Ik ben er eigenlijk wel van onder de indruk. Want in plaats van allemaal regeltjes te geven en te zeggen, je moet je niet houden aan de regeltjes van die Galaten die jullie zelf hebben bedacht, maar aan mijn regeltjes, is hij heel concreet. Draag elkaars lasten en let op jezelf, zonder dat precies helemaal in te vullen met allemaal regeltjes. Draag elkaars lasten, gewoon alles. Kijk naar jezelf, accepteer jezelf, want Jezus heeft de ander en jou geaccepteerd. Jezus is royaal. Dat is de nieuwe wereld van Jezus waar wij in leven. De ander accepteren, jezelf accepteren. Concreet, zonder precies alles in regeltjes te vatten. En dan dat laatste zinnetje. Want ieder mens draagt zijn eigen lasten. Nou, dat is gek. Eerst vertelt Paulus, draag de lasten van de ander. En dan zegt hij, ja, je moet je eigen lasten dragen. Nou, heel kort nog even. Dat betekent dat naar de ander toe, jij moet zeggen,
kom maar. Ik accepteer het. Kom maar bij mij en ik help je weer op weg. Maar je moet vervolgens niet tegen jezelf zeggen, nou en als ik dan dingen verkeerd doe, dat is helemaal niet erg. Ik stap naar de ander toe en die heeft mij ook maar te accepteren. Zo zit het niet in elkaar. En daarom vertelt Paulus, ieder mens moet zijn eigen lasten dragen. Dus jij draagt je eigen lasten en de lasten van een ander. Je accepteert wat de ander niet goed doet. Je kijkt naar jezelf en je probeert op de juiste weg te blijven zitten. Dit bedenkt Paulus niet allemaal zelf. Hij linkt het elke keer weer aan woorden van Jezus Christus. Dat woord dragen wat Paulus gebruikt is hetzelfde woord als wat later wordt gebruikt, wat eerder is gebruikt bij Jesaja. Als het gaat over Jezus draagt onze ziekten. En weer later dan Jesaja en Jezus draagt het kruis. Dat woord dragen gebruikt Paulus als het gaat om het dragen van elkaars lasten. Het tolereren van elkaar. Ja, en dan, beste gelaten, zegt Paulus. En ik zeg het vandaag, gelovigen die nu meekijken en meeluisteren. Accepteer geen andere last dan de last van Jezus Christus die zegt, mijn last is licht, mijn juk is zacht, kom maar bij mij. Ik zal je, denk even aan wat ik vertelde aan de jongens en de meisjes, ik zal je een eeuwig durende pauze geven, iets wat bij jou past. Amen. Wij gaan nu samen naar onze God toe in gebed. Heer, als wij onze handen vouwen en wij doen onze ogen dicht, dan kunnen wij in onze gedachten ergens anders naartoe gaan. En zo kunnen wij die hier buiten staan en anderen die nu thuis naar een scherm zitten te kijken en meeluisteren, zo kunnen wij samen in onze gedachten bij u de hemel binnenlopen. U die een machtige God bent en u, Heer Jezus, die naar deze wereld kwam en zo royaal voor ons bent tot op de dag van vandaag, dat wij vrije mensen mogen zijn. Wij komen ook bij u, Heer, om tegen u te zeggen dat dat best lastig is om in die vrijheid te leven. Soms lijkt het alsof wij door allemaal wetjes en regels het veel fijner vinden, omdat we dan weten waar we aan toe zijn. Maar het is juist de vrijheid die u ons geeft en die u voor ons hebt verworven, bewerkstelligd op het kruis van Golgotha. We bidden u. Wilt u nu ook door de Heilige Geest ons kracht geven en ons helpen om in die nieuwe wereld van Jezus Christus, uw Zoon, te leven. In liefde voor u, in liefde tot elkaar. Heer, wij komen vanmorgen ook bij u om te bidden. Te bidden voor al die mensen die het moeilijk hebben in deze tijd. Eenzaamheid. Of jongens en meiden die hun baantje kwijt zijn geraakt. Die hun vrienden veel minder zien. Die vastlopen in de opleiding of vertraging oplopen. We denken aan ouderen die eenzaamheid ervaren doordat ze geen bezoek meer mogen ontvangen. We denken aan vaders en moeders die met kinderen thuis zitten wat ze niet gewend zijn. Wij bidden u voor heel deze wereld die in de greep wordt gehouden door een virus. En wij vragen u, wilt u aan hen die beslissingen hebben te nemen, hoe we dit aan moeten pakken, wilt u geven dat die mensen wijs zijn en goede beslissingen nemen. En wilt u zijn met alle anderen, medici, mensen die van allerlei onderzoek doen, en geef dat we met elkaar een oplossing mogen vinden. Dat alles bidden we in de naam van Jezus Christus, dat alles bidden we in de kracht van de Heilige Geest. Amen.
Het lied dat we nu gaan zingen is ook een gebed. Is wel een mooi gebed wat past bij die vraag waar we mee begonnen. Hoe doe je dat nu, dat leven in Gods koninkrijk? Dat leven in Gods nieuwe wereld? Dat leven in die nieuwe werkelijkheid? En dat lied en gebed is: Heer, wijs mij uw weg. Wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Hier leer mij uw weg, die zuiver is en goed. De zegen van God hangt niet vast aan tijd of plaats.
Ontvang daarom in geloof de zegen van God de Heer. De Heer zegent u en de Heer zegent jou. De Heer bewaart je op je pad en de Heer waakt over je leven. De Heer kijkt met vriendelijke ogen en met een vriendelijk gezicht jou aan. En Hij geeft jou zijn onmisbare zegen. Amen. Wat goed dat wij deze woorden van dominee Pier Poortinga mogen krijgen en meenemen vanuit de Gelatenbrief. Ja, waar we dan ook zijn in heel Nederland op de camping of in de huiskamers. En ja, wij hopen van harte dat dit ook u tot een zegen mag zijn. LPB Media brengt ook het geloof en de kerk dicht bij u. En door allerlei programma's zoals lezingen en muziek en het natuurprogramma Gaaf. Het team vrijwilligers van LPB Media hoopt dat deze programma's, waaronder ook de zomerdiensten, gratis steeds te blijven aanbieden via het mediakanaal beleefmee.nl. Maar de materialen en de apparatuur om mooie opnames te maken kosten veel geld. Daarom is LPB Media erg blij met uw gift en is de collecte ook bedoeld voor deze stichting. U ziet een QR-code in beeld verschijnen en wij willen u hartelijk danken. Heeft u genoten van deze uitzending? Dan wilt u vast meer zien. Ga naar beleefmee.nl voor lezingen, concerten, afleveringen van het opinieprogramma Denk Eens Mee en het natuurprogramma Gaaf. Meditaties ondersteund met gebaren, cursussen van Weet Wat Je Gelooft en documentaires. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers.